Hoeveel Nederlanders kampen er met slaapproblemen? In 2018 zei bijna een kwart van alle Nederlanders van 25 jaar en ouder dat ze slaapproblemen hadden. En dat is net iets meer dan het jaar daarvoor. Slaapproblemen zijn bijvoorbeeld niet in slaap kunnen komen, niet kunnen doorslapen of 's ochtends veel te vroeg wakker worden. De groep die het vaakst aangeeft dat ze slaapproblemen hebben, zijn mensen die zichzelf arbeidsongeschikt noemen. Veel vaker dan, bijvoorbeeld mensen die werkloos zijn of mensen die betaald werk hebben. Voor een deel van de mensen is het slecht slapen ook beperkend in hun dagelijks leven. Ongeveer 4 op de 10 mensen zegt dat ze bijvoorbeeld last hebben van concentratiestoornissen op het werk of gewoon af en toe chagrijnig zijn. Sommige mensen hebben veel meer belemmeringen door het slechte slapen dan anderen. En het zijn vooral de mensen die arbeidsongeschikt zijn die daar vaak last van hebben. Zo'n 80% voelt zich dagelijks belemmerd doordat ze slecht sliepen. Wil je dan meer weten over slaapproblemen? Kijk dan op cbs.nl.